vaak even mijn horen zitten. Ik ga even boven de vuur neerzetten. Ja, zeg maar. Oh, dan begint de ganse buurt te blaffen. Hoi. Hallo. Hoi, Dianne. Hoi. Dianne? Dianne. Ik heb zelden in mijn soef fanatiek zien zwaaien als ik net. Echt? Ja. Ik zag de auto, ik was hem bellen met een vriendin. Ik denk, oh, dat is onderweg eens. Oh, dat is de kans het programma? Ja, ja. Ja? Wie heet de hond? Floris. Floris. Dat is wel een ridderlijke naam voor zo'n klein hondje, hè? Vindt Floris. Ze? Ja, de zoon van mijn oom, dus zeggen ze. Is dat normaal dat hij grazen eet? Nou, weet ik niet. Nee, normaal doen die dat toch voor de maag te reinigen. Is dat zo? Ja. Oh. En dan ene keer in de zoveel tijd, dan doen die dat en dan geven die over. Of de mensen die mijn hondje over. Het is die grappige oorbellen in. Vindt ze? Ja, is dat niet heel zwoor? Nee, dus... Het is niet alles goud wat er blinkt. Nee, precies. Hey, het is nou rond de middag. Ik ga zomaar tijd om Floris even uit te loten. Nee, ik ben de mantelzorger van mijn tante. Die bent de mantelzorger van die tante? Ja. En dit is het hondje van die tante? Ja. En ik wil hem erachter uit laten, maar ik vind dat iets... Als er aan de riem zit, vind ik zo... Hoe zeg ik dat? De lotsem lever los. Ja, lever los. Ik vind het zo zielig. En toen moet ik toch gaan lopen. Dus dan ren je me net al de weg op. Ik denk, dan loop ik over de akker. Dan moest wel goed uitkijken, bosheden. Want ik neem aan dat hier wel meer hondjes... Volgens mij erachter meer. Hier weet ik niet. Dit is akker. En die tante woont hier in de buurt? Ja, die woont erachter. Oké. Okay. Ja. En waarom ben je mantelzorger voor die tante? En mijn tante is ziek. Heeft de ziekte van Huntington. Dus doe ik toe langs mijn studie. Toen ik mijn tante verzorg al heel lang. Wat lief. Ja. Wie oud ben ik, Dion? 30. 30. En hoe lang duurt ze dat al, die tante verzorgen? 5 jaar. Ja. En hoe is dat zo gekomen? Waar is er nemen ze anders die zich die tante koos bekomen? Ik zat op school en toen ben ik gestopt met mijn studie. En toen moest ik toch een baantje vinden. En toen heeft mijn oom dat gevraagd of ik dat niet wil doen. En toen heb ik het over nagedacht en toen ben ik aan begonnen. Wauw. En die oom kent dat niet? Jawel, dat deed het ook, maar mijn oom heeft nog gewoon een baan erlangs. Mijn tante is best wel nog mobiel, ze is niet bedlederig of zo, die zegt ze dat. En Huntington, wat betekent dat? Dat is een vorm van Alzheimer's, Parkinson en ALS. Dus wat betekent dat? Floris hier. Wat betekent dat in de praktijk, die jongen? Voor die tante. Wie heeft die tante trouwens? Simone. Tante Simone. Ja. Ja. Nou, wie moet ik het uitleggen? Dat dadelijk zeg maar ook in een rolstoel terechtkomt. Of dat het niet meer goed kan praten of lopen. Dus dat heeft het toch al even. En gemiddelde leeftijd zeg maar van zo'n persoon die dat kreeg, die is toch een jaar of 17 of 19. De levensverwachting. Ja. Maar dat is heel goed nog. Ik kan echt nog zo koffie zitten. Ja, heel veel dingen aan wandelen en lopen. Maar niet meer zo goed als hier. Het werd wel steeds meer bewegingen in haar been en zo. Maar het is nog best wel goed. Want als dan nog Katwijk geit in de... Oh, sorry. Wat gebeurt er? Nee, mijn telefoon. Die vriendin luistert nog gewoon mee. De verbinding was er nog gewoon. Ja, prachtig. Nou, en toen heb ik... die moet één keer in de week, 6 weken naar Katwijk. In zo'n centrum voor Huntington-patiënten. En dan zit hij onder de begeleiding van een arts en zo. En daar zijn heel veel mensen zijn heel erg ziek. En die kennen echt helemaal niks meer. Die liggen in een... Dat zoals mij geweest? Ja. Ja? Dan ben ik als mantelzorger chauffeur of zo. Ja, dan moet ik er ook wel eens wegbrengen en opholen. Ja. Is dat voor die tante Simone dan niet heel confronterend als ze doorkomt en er zien... Jawel, dat is denk ik wel. Want ze vindt het is nog echt heel zo goed. Weet je wel, in het begin, nu merkt ze het wel een beetje aan haar, maar het is heel, heel kwief en heel slim en ook leuk. Het is meer ook mijn man, zeg maar. Dus het is wel heel... ze is ook nog wel een heel lief voor mij, dus... En ik ben ook lief voor haar. Ja. Maar ze is ook wel een beetje die man. Maar heeft ze nog wel een moeder?
Ja, ik heb nog een mam. Ja, dus het is een beetje die tweede mam? Ja, mijn tweede mam, ja. Is het een zus van die mam? Nee, de broer van mijn pap. Of mijn oom is de broer van mijn mama. Dus ja. Dus ze is nog wel, ondanks dat ze die verschrikkelijke ziekte heeft, is ze nog wel vrolijk? Ja, vrolijk en soms niet, soms wel. Ligt net aan de stemming. Maar ze kan ook heel leuk zijn en heel enthousiast. En dan gaat ze met koken en dan gaan we iets leuks doen. Of... En soms is het helemaal het tegenovergestelde. Maar Natasja Vroger heeft op 5 Days Inside. Dus het naar zo'n zaaljekliniek is in Raamdonksveer. Mm-hmm. Dus toen, ja, ik denk dat dat bij veel mensen vanaf toen wel meer bekend is wat voor ziekte het is. Want het is echt wel heel erg. Dus ja. Hoe moeilijk is dat voor dich dan, om dat van zo dicht bij mij te maken? Ja, in het begin vond ik het heel moeilijk, maar nu gaat het steeds beter. Want ja, dan leer ze met omgaan. Alleen af en toe is het ook al moeilijk. Als het dagen dat het niet zo goed gaat, dan heb ze zoiets van, oh, hoe dat het de sfeer wat prettiger was. Maar ja, ik doe het zo weer, soms 3 dagen. 2 dagen ligt net, ik studeer nog, dus dan doe ik dat samen, combineren. Wat studeert ze? Commerciële economie. Ja. Wat wil ze ermee gaan doen? Ja, toch wel een baan, een managerfunctie of iets. Ik weet nog niet precies wat, maar iets in het bedrijfsleven wel. Oké, dan moest ze dus mensen gewoon vertellen wat ze allemaal moeten doen en zo. Ja. Zit dat best wel een beetje een leiding geven? Een beetje wel. Ja? Ik ken het wel, jawel. Maar ook wel echt een mensenmens. Ja, dat ben ik ook. Denk ze niet dat dat zou gewoon botsen met elkaar? Want als manager ziende, als leidinggevende, moest ze dan... Het ligt eraan als je mensen... Soms ook wel eens vervelende beslissingen nemen, denk ik. Ja, maar ik denk als de mensen heel intens biedig zijn, zeg maar. Dat, ja. Dat het moeilijker is als ze zeg maar verder van ik afstel. Want dan heb je een andere relatie. Dus dan heb je de... Hier die traps geweest. Ja, dat is wat anders, toch? Maar betekent dat dat zich straks de manager worse day wat meer afstand heeft tot de... Denk het wel. Dat ik dan niet, als ik er de close met wil, dat het dan moeilijk is. Intens. Denk ik zo. Maar ik weet het niet. Dus hoe ver ben je met de studie? Oh, ik moet nog een jaar en dan ben ik klaar. Dus. En hoe ga je dat dan doen met tante Simone? Nou, dan denk ik dat ik bij tante Simone moet stoppen. En dat het dan... Ja, iemand anders moet zoeken. Want ja, dat kan niet meer dan. Maar nu probeer ik dat nog wel. Maar dan moet ik voor mezelf kiezen. Simone. Floris, kom eens hier. Hé, hey, wat heeft Floris een... Ja, dus even een blauw oog. Oh. Kom eens hier. Hij ziet wel alles. Ja. Oh, kijk toch. Het is een tiger tackle. Met een Jack Russell. Een tiger tackle? Ja, de nemen ze zo die gevlekte kleuren. Dat zeggen ze dat het tackle is. Oh, vind je het eng? Ja, maar het is eigenlijk een jachthond, hè? Een tackle. Zoiets. Oeh, sorry dat ik niet hoor. Dat is even... Hij blijft wel keurig netjes op het veldje, hè? Floris, nee! Zeg ik net. Floris! Floris, kom eens hier. Dat had je nou niet moeten doen. Nou goed. Ik geef ons de kans om even op de stoep te gaan staan. Toch altijd gevaarlijk op zo'n veldje, hè? Wat grappig dat ik op de televisie kom. Geef hem net de credits voordat de veld op het veldje blijft. En hoe rent er weg? Geef wel een hele eigen look, hè? Dat blauwe oog. Ja, maar ik heb er een jonkie van, een puppy. Oh, die gaat er ook heen? Ja, maar dat is bij mijn mam. En wie heet hij? Blue. Blue, oh. Maar dat liet je echt op. En die heeft ook één blauw oog? Ja, en deze kant. En de andere kant. En dit hondje van, want we hebben er, dit is bij mijn mama zijn hondje loopt. En toen was ik vergeten dat er een leuks was en toen kwam er op visite. En toen ging dat mis. En toen hebben we 4 puppies. En 3 met zo'n gevlekje en 1 zwart met groen. Dus. Hoi. En dit had ze de eerste keus toen, qua puppies? Nee, ik vond ze allemaal wel leuk. Maar mijn mama hoorde dat kleintje, was heel, heel klein en zwart. Het deze zelf voor. Spelen? Kom, vandaag. Nou, dan. En wie alles Blue nou? Onderhalf. Van de vorige augustus. Maar waar is Blue nou dan? B
Wie mijn mam? Wie die mam? Ja. Dus die mam is nou even mantelzorger voor Blue? Ja, Blue, ja. Dus dan is ze bij zijn eigen mama, zeg maar. De hondje van mijn mam. Heeft ze een relatie? Ja. Wie duist ze dat dan nog allemaal? Daar is een studie, daar is ze mantelzorger voor tante Simone. Ja. En dan heeft ze ook nog een relatie. Ja. Wie duist ze dat allemaal? Goed, multitasken. Multitasken. Oké. Okay. En woont je samen? Ja, half. Ik studeer in Amsterdam, in Batuverdorp, dus dan pendel ik ze op en neer. Daar is een relatie met? Met mijn vriend, en dan woon je in Batuverdorp, dus bij Schiphol. Is het een Amsterdammer? Ja. Dus en ik studeer in Amsterdam, dus dan doe ik dat zeg maar 2 dagen, 3 dagen werk dan bij mijn tante. Soms veel licht eraan. En dan, ik heb een deeltijdstudie, dus dan ga ik ze in de school en dan... De dagen die ik niet naar school loop, dan werk ik hier bij mijn tante en dan logeer ik bij mijn ouders. Oké, okay. En dus als ze door bent voor die studie, dan ben je bij hun in Batuverdorp? Ja. En is dat voor hun niet moeilijk om dicht te deilen met Blue en met tante Simone? Nee, want mijn hondje neem ik eigenlijk altijd met. Maar nu moet ik straks nog naar mijn tante en die heeft heel groot in een andere tante. En dan vindt mijn hondje niet zo leuk en dan werd ze een beetje bang. Anders had je hem ook kunnen zien. Jammer. Maar als hij nou dadelijk die studie is afgerond, ja. Hè, met een jurkje, dan is de kans groot dat hij richting Amsterdam. Ja. Dat ik hier niet meer ben. Dat lijkt me toch wel een lastige. Ja, ik vind het hier ook wel heel leuk, hier in Limburg. Het is wel angst. Als het ja, maar ook met omdat ze is van, het is eigenlijk ook een beetje mijn man, tante Simone. Om dat dan, om zich toch los van te maken. Ja, maar van de andere kant is het ook zo, kijk, zo denk ik bijvoorbeeld. Ja, mijn tante die zal ook ooit in een soort tehuis komen, omdat het echt thuis niet meer gaat. Mm-hmm. En ik moet ook een keer aan mezelf denken, want als het moment dat het niet meer thuis is, dan valt voor mij natuurlijk ook de baan weg. En dan ja, dus dan moet ik ook een keer aan mezelf denken. Ja. En dat vind ik soms heel moeilijk, maar... Dionne, ja, als ze het goed vindt, ja. Komt ze op televisie. Ja. Maar ik vind echt, ik ken dit nou net 12 minuten, maar ik ben echt super trots op dit. Dat is dat thuis. Dank je. Ik ben echt super. Oh, dank je wel.